Nog even een bumper bent, dan vullen we het lekker op. Eva en Vee, hartelijk welkom op TV, dames, prachtige haren. Hoe zie ik eruit? Goed. Dankjewel. Make-up goed, alles goed? Ja, heel goed. Haartjes goed? Heel goed. Knap ook, hè? Ja. Ja, ik ben knap, hè? Zeker. Nou, die zit in de pocket. We kunnen verliezen vandaag, maar deze heb ik binnen. Dames, wat hebben jullie met make-up? Nou, we hadden zelf ook een eigen YouTube-kanaal. En we houden heel veel van make-up en zo. Wacht even, jullie hebben een eigen YouTube-kanaal? Ja, hadden. Hadden, oh. Ja, we vonden nu we zeg maar ouder gingen worden en zo. Vonden we het allemaal een beetje kinderachtige filmpjes. Is ook heel kinderachtig, YouTube, ja. Dus jullie zijn daarmee gestopt? Ja, en ja, we hebben nog steeds veel met make-up. Maar wat deden jullie dan op het YouTube-kanaal? Elkaar opmaken en al dat. Zodat iedereen mee kon kijken? Ja, wel een soort van. En wat probeerden jullie dan allemaal uit? Haar moeder had zeg maar een eigen schoonheidssalon met allemaal make-up. En nou ja, dan gingen we elkaar daarmee opmaken. Leuk, lijkt me hartstikke leuk. Is het ook. Is toch helemaal niet kinderig? Lijkt me juist hartstikke stoer. Maar is het dan alleen make-up of is het dan ook de haren, alles helemaal toetie erop en eraan? Ja, ook de haren. Ook de haren. En heb je nog een specialisme dat je zegt van nou, ik ben beter in make-up, zij beter in haar? Of zit er nog een rolverdeling in? Nou, we zijn allebei een beetje goed in alles, zeg maar. Dus. Jullie zijn allrounders. Ja. Oké, dames. En dan nu over jullie wens. We gaan even lekker naar het midden zo, want ik wil het goed kunnen horen. Wat is jullie wens? Of wij een beroemdheid op mochten maken. Een beroemdheid, zoals Pepijn Gunneweg? Ja. Oh, nou ja, ik ben al opgemaakt, dus dat is in principe niet meer nodig. Maar nog iemand anders in het bijzonder? Miss Montreal. Miss Montreal. Dat lijkt je wel wat. Ja. En waarom, wat lijkt je nou zo leuk aan een beroemdheid opmaken? Ja, het kan eigenlijk ook gewoon normaal met. Maar we dachten, ja, als we dan een keer speciaal aan het PC zijn, dan moet het wel een beroemdheid zijn. Dan moet het ook een beroemdheid zijn. Nou ja, Miss Montreal, oftewel San Hans. Ja, dat is natuurlijk een heel druk bezet iemand. Maar ze heeft een gaatje in haar agenda vrij weten te maken. Dames en heren, hier in de studio mag je een groot applaus. Want hier is een Miss Montreal! Oh. Hartelijk welkom. Dit is Vee, dit is Eva. Hallo Vee. Hoi Eva. En als ik het goed zie, Sanne. Express heb ik echt dagenlang niet gescrupt en helemaal niks gedaan. Dus ik ben één groot drama. Ik heb hulp nodig. Je hebt echt een soort van blote billengezicht, zoals mensen dat nu noemen, zonder make-up. Maar wel mooi de nageltjes gelakt. Vind je het erg? Vind je het spannend zonder make-up? Ja, ik ben niet zo vaak op tv met geen make-up. Ik vind het dan wel. Wel spannend hoor. Ja, dat vind ik wel ook wel extra stoer dat je dat gewoon aandurft. Inzoomen. Niet inzoomen, dat gaan wij niet doen. We gaan niet inzoomen, we komen gewoon heel dichtbij staan. Nee hoor, Sanne. Vee en Eva, die willen jou graag opmaken. Ja. Wat vind je van dat idee? Ik vind het heel erg leuk, want ik heb wel het idee, als ik ze zie zo, allebei hele mooie stijl aan en zo, qua kleding, heel mooi haar. Mooier weer dan de mijne, weet je wel. Dus ik hoop dat ze me wel wat mooier maken. Ik denk dat dat niet zo heel moeilijk is ook, hoor. Nou, dat weten we niet, dames. Wat hebben jullie in gedachten? Wat dachten we bijvoorbeeld van de smoky eyes van Lady Gaga? Ja, dat gaat waarschijnlijk wel een beetje moeilijk worden. Oh, gaat moeilijk worden? Wat dachten we dan? Smoky eyes? Oh, dat heb ik nog nooit gehad. Zou je het wel leuk vinden? Ja, ik vind het wel heel tof. Of wat dacht je van het blote billengezicht van Drew Barrymore? Die heeft zo'n look. Staat dat bij haar, denk je? Ja, ik denk het wel. Wat ik dan wil is eigenlijk dat wat jij hebt nu, zeg maar, hier zo'n heel mooi, echt zo'n eyelinetje en zo. Ik vind dat wel heel mooi. Oké. Of dachten we van gewoon de Pepijn Gunneweg altijd knappe look? Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja, dat kan ook, ja. Dat kan ook. Weet je wat, we gaan gewoon beginnen. Ja. We maken nog even een foto van jou van hoe je eruit zag zonder make-up. We zoomen niet in, we komen alleen heel dichtbij. Dames en heren, Miss Montreal zonder make-up. We hebben de foto gemaakt. Kijk nog even. Nou ja, je hebt helemaal geen make-up nodig. Nee. Hartstikke knap. Ik geef je aan deze dames mee. We zien dadelijk het resultaat. Heel veel succes. Een groot applaus voor deze dames. Tot zo. Dapper? Ik denk dat Sanne de enige is en jij die zonder make-up op televisie gaat. Want jij hebt ook niks op. Dat zie je heel duidelijk. Jetske staat 's ochtends zo op. Ja. En er opmaken en niet zomaar eentje. Miss Montreal. We hebben ze net weggestuurd. Miss Montreal kwam hier zonder make-up. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik een groot applaus voor Eva, Vee en Miss Montreal. Dames.
Dames. Kijk eens even. Wat een vooruitgang. Wat een... Nou, dat zijn jouw woorden. Dat zijn jouw... Kom eventjes hier. Je gaat zo'n beetje bescheiden achteraan staan. Kom lekker in het midden. Eerst aan jou de vraag. Wat vind jij van het resultaat? Ik vind het heel erg mooi. Want ze hebben echt gekeken naar mijn huidskleur en mijn ogen. En naar mijn jukbeenderen. En mijn haar is echt, nou, kijk, als ik even... Ja, draai je eventjes om, kijk eens even, ingevlochten volgens mij. Ja. Zelf gedaan. Ja. Hoe heet deze techniek? Heeft dat nog een bepaalde naam? Een ingevlochten vlecht. Een ingevlochten vlecht. We leren zo weer eens wat. Wat ik vooral vind, het is erg subtiel gedaan. Vee, is dat bewust zo gedaan? Nou, ze zei dat het heel mooi als het neutraal was, vond ze dat. Dus ik dacht gewoon aan de kleur van de ogen en wat ze ervan vond. En welke kleur ze wou en gewoon... Ja, je kan natuurlijk zo'n hele opmaakpop ervan maken, maar dat is niet de bedoeling. Nee. Laten we eens even kijken. We hebben een before-foto. Sanne voor en Sanne nu na. Even kijken. Ja. Het is subtiel. Kijk, die lipjes ook zo mooi. Volgens mij ga je twee nieuwe stylisten erbij hebben. Ja, ik zat er wel over na te denken, ja. Dus wel... Persoonlijke make-up artists? Ja, ik vind ze wel ook wel echt leuk. En het is de hele tijd... Oké, omdat jij dat doet en jij dat... en dan weer in één keer changer. En dat gaat allemaal heel handig. Teamwork. Ja, ja, nu al. Dan... Dames, jullie wens is vervuld bij deze. Jullie krijgen een heel erg groot applaus. Dank voor jullie leuke wens. En Sanne, heel leuk dat je er was. Dank je wel. Maar mag daar. Ik dan nog heel even... Ja, sorry, Sanne. Ja, we vonden het wel een beetje raar als je dan gewoon weggaat... zonder een lekker mopje te zingen. Oh. Je ziet er zo mooi uit. Misschien ook nog even een lekker nummertje. Ja, nee, leuk. Ja, prima. Want kijk, Pim, kom er eens even bij. Ik heb hier een gitaar in mijn handen. Niet dat jullie denken dat ik ga zingen. Want daar kan ik echt helemaal niks van. Want we hebben hier een groot fan, Sanne. Toch, Pim? Oh, ja. Vertel eens even, helemaal fan van Miss Montreal... Vertel waarom. Nou, ik vind het gewoon heel bijzonder dat, ondanks dat ze af en toe een beetje stottert, dat ze gewoon nog vloeiend kan zingen. Ja. En dat ze ook goed kan zingen, toch? Ja, dat zeker. En dat vind ik gewoon heel bijzonder aan haar. Ja, en je bent ook naar een concert van haar geweest. Was dat gaaf? Dat was heel gaaf. Vond ik heel leuk om bij te zijn. Ja, maar je bent zelf ook wel een behoorlijke zanger. Ja, ik schrijf eigen liedjes en ik zit ook in een band, Hope. En daar heb ik eigen liedje voor geschreven. Welke nummers? Eigen nummers van, ja, die we zelf schrijven. Wat gaaf. Hartstikke leuk. Maar nu gaan jullie samen een liedje zingen. Dat lijkt me ook wel spannend. Ja, zeker. Ja. Nou, dan zal ik dat gewoon nu maar even laten gebeuren. Welk nummer wil je? Want dan kan Sanne ook eventjes voorbereid zijn. Nou, ik zou Hoe wel leuk vinden. Omdat... Hoe? Ah, en dat jij dan de stem doet van Nielson. Ja. Oh, okay. Nou, hartstikke spannend. En ook heel veel plezier samen. Ja, maak er wat moois van. Hier zijn Miss Montreal en Pim met Woo. Wow. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht, was meteen ondersteboven, jij onder, en we liepen samen verder, en ik dacht, was er bij ineens zo. Ik weet niet wat ik doe. Zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen en het voelt goed. Als ik het doe. Nou, Pim. Wil je samen verder? En ik dacht, pas
zijn niet zo goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? Oké, en nu moeten we eigenlijk iedereen mee laten doen, hè? Iedereen meezingen, allemaal. En ik dacht... Als wij ineens zo... Dan kan harder... Bij elkaar en ik weet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? Applaus voor Pim! Dat is hartstikke spannend om te doen, want ging het goed? Ja. Dankjewel. Jij stond er ook zo zelfverzekerd bij, toch? Dankjewel. Ging jij niet een soort van zenuwen door je heen? Dan sta je toch in één keer na... Jij hebt het wel. Ja, ik ook wel een beetje. Ja, maar je wist het goed, want het kan me dan zo dat je dan in één keer op je stem slaat. Maar ja, je hebt natuurlijk wel ervaring ook. Ja, nou, ik heb niet heel veel ervaring, moet ik zeggen, maar... Met de hoop? Ja. Maar goed, Sanne, hoe was het? Ja, heerlijk, omdat hij me echt aankijkt. En dan heb je er echt wat meer lol in. Want het is toch een soort samenwerking. En hij is zo relaxed, dat is niet normaal. Echt heel tof. Ja, volgens mij heb je ook genoten. Volgens mij zag ik dat. Ja, klopt. Ja. Nou, heel erg leuk. Ik zou zeggen, kom anders ook een keer met de hoop hier in de BCT-studio. Dat zal ik zeker doen. Lijkt me hartstikke leuk. Sanne, onwijs bedankt dat je hier was. Heel erg leuk. Pim, bedankt ook voor je leuke wens. Ga lekker in de tribune zitten. Jij gaat er vandoor, toch? Heel erg groot applaus voor Sanne, voor Pim. En wij gaan naar de BZ Turn.